Ons het sopas Pinkster beleven in die meeste gemeentes in Suid-Afrika en gediende Pinkster, dink ons weer oor die wonderlijke werk van die Heilige Gees. Ook hier bij ons het ons bykie saamgesels oor die dynamica wat daar aan die persoon van die Heilige Gees is en so bykie gedink oor symbole waardoor die Heilige Gees aan ons bekend gestel word. Die symbole beteken natuurlijk nie dat die Heilige Gees gelijk is aan die symbool nie, maar dat die symbool vir ons iets wil leer oor die bediening van die Heilige Gees. Wanneer God homself aan ons openbaar, dan gebruik hy dikwels symbole, zodat ons daarmee kan identificeren en omdat daar die symbole deel vorm van ons leefwereld, is ons voor ons soveel makkelijker om iets te verstaan van wie God is en van wat zijn handelingen op aarde behels. Kom eens dink so 'n bietjie na oor 'n paar van die symbole wat gebruikt wordt voor die Heilige Gees. En onmiddellijk zal ik mezelf niet verbaasd wees als die heel eerste symbool wat bij jou opkomt, die is van die duif niet. Die Heilige Gees als die duif. Kan ik maar zeggen, die Heilige Gees als die duif van God. En als mensen denken oor die duif, en nou dan het jy geleentheid om so 'n bietjie die preek, die boodskap met jou eie inhoud te vul, want het is mos deel van jou verwijzingsraamwerk. Jy ken mos die duif. Maar als ik denk aan die duif, dan denk ik aan twee besondere gebeurtenissen. Die een, die duif bij die doop van Jesus, toe die hemel geopen is, en die duif op Christus neergedaal het, en daar die stem was wat gesê, dit is mijn geliefde seun, luister na hom. En inderdaad, moest Jesus in zijn mensheid ook door die duif, die die geest van God, bemachtig wordt, zodat zijn werk in die wereld gedoen kan worden. Volgende keer gesels ek oor een ander facet van die duifse bediening in ons levens.